Charlotte, ben je tevreden van de wedstrijd tegen de Verenigde Staten? Al bij al, ja. 3-0. Ik kan je nooit zeggen dat dat goed is, maar ik denk dat we toch wel met een tevreden blik mogen terugkijken op deze wedstrijd. We hebben mooie momenten of goede momenten getoond dit toernooi. En ik denk dat we ook niet afgegaan zijn tegen de top 2 van de wereld. Dus we hebben mooie dingen getoond, zoals goede opslagen en het middencompartiment. En ook op de hoeken hebben we toch een paar keer mooie blockouts kunnen doen. Dus al bij al redelijk tevreden over onze prestatie van vandaag. En hoe kijk je terug op de afgelopen 3 wedstrijden hier in Ankara? Ja, ik denk dat we redelijk tevreden mogen zijn. We hebben gewonnen tegen Turkije, eigenlijk iets onverwacht voor onze ploeg. Maar we hebben goed gevochten tegen het gastland. En ja, tegen Italië was wel een domper. We konden toch wel iets meer doen. Maar ik denk dat we vandaag teruggetoond hebben dat we kunnen vechten tegen een topploeg.